Ja, nog meer Jort straks op tv, hè? Want straks op 1 opnieuw zijn vorig jaar in ons land weer meer drugslabs opgerold dan het jaar ervoor. Criminaliteit tiert welig, maar het gaat deze campagne nauwelijks over veiligheid. CDA-voorman Wopke Hoekstra heeft een plan. Een toenemend aantal mensen gelooft in coronacomplotten. Korpschef Frank Pauw fronst bezorgde imposante wenkbrauwen. En nog leraar politicologie Sarah de Lange ligt ons bij in de duistere wereld van de complotdenker. In alle verkiezingsprogramma's worden bedrijven extra belast. MKB-voorman Jacob Vonhoff en hotelier Jennifer Westers vinden dat onbegrijpelijk en vrezen de gevolgen. In het leven van een culinair historicus als Charlotte Klein draait het allemaal om eten. Voor haar laatste boek, Trek, onderzocht ze wat we meenemen als we onderweg zijn. Ik zou geen roti kip klappen, want dat is wel mijn favorite. Maar die klap ik niet in de trein, toch? Met de app over Nispen tot Zevenaar van Beeld en Geluid mijmeren we over vroeger toen we nog picknickten in de berm. André Hazes mag na een rampjaar eindelijk weer het podium op. In de tussentijd was hij druk met dit. Na de ster op 1. Goedenavond. Wopke Hoekstra maakt zich zorgen over het toenemend aantal drugscriminelen en komt in actie. En complotdenkers, er zijn er steeds meer van en ze worden ook steeds rabiater. Hoogleraar politicologie Sarah de Lange onderzoekt de soort, terwijl korpschef van Amsterdam Frank Pauw ze wekelijks van het museumplein veegt. In alle partijprogramma's gaan bedrijven extra betalen. Waarom krijgt de groep die het geld verdient tegelijkertijd de rekening gepresenteerd? Jacob Vonhoff van MKB Nederland en hotelier Jennifer Westers begrijpen er niks van. In het leven van culinaire historicus Charlotte Klein draait alles om eten. In haar laatste boek Trek volgt ze de geschiedenis van ons eten. Van picknickende pelgrims tot de business class van de KLM. En Eppo van Nispen tot Zevenaar is zijn archieven ingedoken op zoek naar de smakelijkste culinair historische plaatjes. En André Hazes is blij dat hij komend weekend eindelijk weer op het podium mag. Het is 10:30. Welkom op 1. Ja, dit zijn onze gasten. We beginnen met opnieuw een groeiend aantal drugslabs dat opgerold is vorig jaar. En dat terwijl er door corona nauwelijks grote feesten en festivals zijn georganiseerd. Welkom aan tafel. Wopke Hoekstra, we beginnen even met u. Ik dacht eigenlijk dat we zouden gaan praten over de mededeling van eurocommissaris Dombrovskis. Dat we de begrotingsnormen ook voor volgend jaar weer helemaal laten vallen. Dat de schatkisten die waaien allemaal leeg. Maar nee, Wopke Hoekstra meldt zich aan. We gaan het hebben over criminaliteit. Ja, Dombrovskis heeft overigens ook wat interessants gezegd. Waar we dat is ook een soort criminaliteit waar we ons niet aan die afspraken, maar we doen. Nou, sterker nog, zijn collega Gentiloni, ze zijn er met z'n tweeën, ja. Die heeft er nog een schepje bovenop gedaan. Ja. Dus daar moeten we het ook zeker over hebben. Maar daar kunnen we ook een ander moment nog een avond. Het is wel een vorm van wangedrag. Maar nu het CDA wil, en u wilt zich als lijsttrekker profileren op criminaliteit. En ik associeer het niet met Wopke Hoekstra. Hoe komt dat? Nou, dat is een misverstand. Want wij hebben als partij hebben natuurlijk een lange historie om ook echt dit probleem te willen aanpakken. En we hadden het er al even over. Ik heb in de jaren dat ik in de Eerste Kamer zat, heb ik me als politiewoordvoerder hier ook in mogen verdiepen. Mm. En heel eerlijk gezegd, we hebben echt een groot probleem in Nederland als het gaat om de georganiseerde misdaad. Ja. En die gaat eigenlijk altijd, of steeds meer, hand in hand met drugscriminaliteit. En als we daar niks aan doen, dan stevenen we wel stap voor stap af op een soort halve narcostaat. Lezen we eigenlijk al sinds de jaren 80, hè? Niks nieuws? Nou, ik denk het wel. Want als je terugkijkt, dan hebben we de afgelopen jaren heel veel gedaan op het gebied van de wat kleinere criminaliteit. Ja. We herinneren ons van een jaar of 10 geleden ging het vaak over meer blauw op straat. En heel terecht, want dat was voor veel burgers was dat een probleem. Maar als je ziet wat wij nu zijn geworden als het gaat om de invoer en de uitvoer van drugs. Ja. En hoe dat de samenleving corrumpeert, omdat er miljarden en miljarden in omgaan, dan is dat echt een groot probleem. Wat is het plan? Nou, het gaat het even oplossen, begrijp ik. Nou, niet even, want ik denk dat je gewoon hier ook eerlijk in moet zijn. Dit is zo'n groot probleem. Dat is echt een kwestie van lange adem. Dus dat vraagt om aan de ene kant meer repressie, hardere straffen, meer politieagenten, gewoon meer regisseur. Tevreden blik. Zeer tevreden blik. Ja. Want je ziet dat wij zijn die draaischijf en er komen tegenwoordig Mexicanen, Italianen, die komen naar Nederland, die werken in die drugslabs en die verkopen die rommel. Maar aan de andere kant zal je ook moeten inzetten op preventie. Dus je zal meer geld moeten afpakken, maar dat dan ook in buurten moeten investeren. Zorgen dat jongeren minder snel op dat criminele pad terechtkomen. Zorgen dat ze op school blijven zitten. Want helaas geldt juist ook hier, jong geleerd is oud gedaan. Ja. Kijk maar naar de Holleders en de Taggies. Die hebben allemaal
Ja, en historie die begon maar toch ook weer, ik zeg niet dat het onwaar is, maar toch ook weer niet nieuw. Ik hoor dit vaker weer. Hetzelfde minister van Justitie, Grapperhaus, geleverd. Die is met allemaal nieuwe plannen gekomen. Allemaal enorme reorganisaties binnen de politie, waar ook nog van alles over te zeggen is. Waarom zou ik als kiezer, als burger vertrouwen in hebben dat nu wel lukt? Terwijl het nergens in de wereld lukt. Nou, omdat dit echt iets is wat we de komende jaren moeten aanpakken. Het heeft iets van een ijsberg. Hè? Dus je ziet het topje. De meeste burgers zien er eerlijk gezegd natuurlijk heel weinig van. Die zijn veel meer bezig met bijvoorbeeld een inbraak of iets wat in hun eigen leven gebeurt. Wat op dit moment trouwens wel meevalt. Hè? Want die normale dat is een rechte lijn, of dat daalt zelfs. Nou, dat ging eerlijk gezegd dat ging al langer naar beneden. En je ziet dat door corona nog veel harder naar beneden is gegaan. Je ziet gewoon veel minder inbraken en veel minder geweld. Hoeft u ook geen politieagenten aan te nemen, want die hebben toch niks te doen. Die kunnen dan andere dingen doen. Ja, ik denk dat je die ook nodig hebt. Ik denk dat je ook moet investeren in die wijkagenten. Maar je hebt wel degelijk ook gewoon recherchecapaciteit nodig. Je moet meer doen op het gebied van informatie delen. En je moet daar ook gewoon extra geld voor ter beschikking stellen. Want als je als land bovenaan die lijstje staat in Europa met de laagste straffen voor drugsdelicten, maar wel degene die het meeste invoert, het meeste uitvoert. Ik zei het vrijdag ook nog in dat debat. Ik geloof dat wij meer aan ecstasy en speed uitvoeren dan aan bloemen en kaas en melk bij elkaar. Ja, dat is natuurlijk toch wel bizar. Ja. John van Heuvel schrijft vandaag in de Telegraaf, het is campagne, maar in de debatten gaat het niet over veiligheid, terwijl eigenlijk dat alle Nederlanders bezighoudt. Is dat ook een punt waar u zich aan stoort? Jazeker, omdat wat er nu gebeurt in Nederland, dat is echt een voorbode wat er in de toekomst ons nog staat te wachten. En bedoel ik echt met ondermijning. Het geld wat daarin omgaat, wat zeggen je tegen elkaar? Of u? Wat u wilt, commissaris. Nou, laten we dan je zeggen. Wat je hier ook in ziet, is dat je het volume wat verdiend wordt. En als je ziet wat daar ook gewoon doorgeïnvesteerd wordt. Ja. Dat is echt immens. Maar dat betekent ook dat, en dat is wat de politie altijd voor gepleit heeft, dat het niet afhankelijk moet zijn van 4 jaar van een kabinet. Exact. Maar gewoon lange termijn visie. En dat zit op ondermijning, dat zit op repressie. Dat zit heel veel op preventie. Ja. Hè? Dus ook gewoon blauw in de wijk. Ja. Zorgen dat je daar inderdaad je kinderen kent aan de voorkant. Ja. Dat zijn de wegen die daar ook. Maar meneer Pauw, het is natuurlijk wel waar wat Jort zei, dat we dit al wel jarenlang hoorden van Politiek Den Haag. U werkt jarenlang ook al bij de politie. Maar hoe kan het nou dat dus toch dan nog steeds niet toch structureel wordt? Nou, ik denk dat er nu een beweging gaande is, wel degelijk om het structureel te maken. Het is met de nationale politie in de afgelopen jaren juist aangegeven dat we hebben de afgelopen periode zulke schommelingen in personeel. Op een moment moesten we personeel laten gaan. Volgende moment moesten we echt heel grote zaken doen om nu mensen binnen te halen. En waar we van zeggen, dat zo werkt het niet. Je kunt met een organisatie van 65.000 man geen zigzagkoers varen. Dus je moet gewoon een lange termijn planning hebben. En je moet ook aangeven waarop je wil je werken. Is het de ondermijning? Is het op jeugd? Is het het blauw in de wijk? Is het informatiedeling? Is het innovatie? Maar dan moet dus ook gekozen worden. Maar kan dat allemaal? Ja. Ik denk dat het kan. Omdat we, als ik kijk naar onze organisatie en als ik kijk naar onze zaken die wij draaien, dan is de Nederlandse politie een van de beste politiekorpsen van de wereld. Durf ik gerust te zeggen. Alleen ik denk dat wij met elkaar wel de prijs moeten willen betalen voor want even te investeren daar. Vergelijking, bijvoorbeeld de Rotterdamse haven, veel drugs binnenkomen. De schatting is dat er 1 of 2% maar gepakt wordt, toch? Nou, het is niet meer. Misschien wel 3%. Ah, goed. Ja? Nee, het zit rond de 10%. Toch wel, ja? Ja. Nee, maar het probleem is natuurlijk, het gros gaat wel degelijk door. En ik ben het zeer met u eens. Je zal het dus langjarig moeten doen. Ja. Je zal ook op al die facetten moeten inspelen. Maar eerlijk gezegd, het is wel een probleem wat toch lange tijd ook in Politiek Den Haag veronachtzaamd is. Dus de laatste jaren is er een kentering gekomen. Ook door een aantal verschrikkelijke ontwikkelingen. Dus uiteraard door de moord op Dirk Wiersum. Door van die rapporten van Feyenoord over de binnenstad van Amsterdam. Wat er in Brabant plaatsvindt. Ja. Maar we hebben eigenlijk, naast alle goede dingen die er gebeurd zijn de laatste 15, 20 jaar op het gebied van meer blauw op straat, hebben we dit toch een beetje over het hoofd gezien. Maar gaat u uw kinderen dan bijvoorbeeld ook verbieden straks om naar ecstasyfeestjes te gaan? Ik bedoel, al die feestjes, al die festivals, als het ooit weer losgaat, hè, volgend jaar, misschien dit jaar, al die jongeren gebruiken gewoon drugs. En ja, dat is dus eigenlijk een normaal consumentenartikel geworden. Ja, en dat is natuurlijk ook niet goed. Dus ik vind, kijk, weet je, even los van wat voor invloed ik nog op die kinderen heb tegen de leeftijd dat ze daar naartoe gaan. Daar moet je volgens mij als ouder überhaupt nooit te veel illusies over maken. Maar dat begint het wel natuurlijk, hè?
Ja, dat is wel onderdeel van het probleem. En die discussie, Grapperhaus heeft die zelf aangezwengeld. Ja. Die discussie wordt terecht ook gevoerd. Maar er zit toch nog veel naïviteit in dit debat. Ook ten aanzien van bijvoorbeeld, ja, kunnen we dat niet gewoon legaliseren? Ja. 80-90% van die spullenboel wordt verkocht voor het buitenland. Het is een geweldig verdienmodel voor degenen die zich ermee bezighouden. En daarom hebben zij dus ook die honderden miljoenen om zich vervolgens in te kopen in vastgoed en allerlei andere dingen. Maar toch nog heel even kort een ander dingetje, want we weten hoe het CDA daarover denkt. In jullie verkiezingsprogramma staat zelfs dat jullie helemaal af willen van de normalisering van drugs, ook van de yoga-snuiver en het weekendpilletje. Dus dat is duidelijk. Maar jullie hebben dan allemaal plannen om dit aan te pakken. Jort moet nog even aan het idee werken. Ja, nou, maar Grapperhaus, die heeft natuurlijk ook gewerkt aan het multidisciplinair interventieteam. Dat is opgericht om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. U heeft de column van John van den Heuvel ook gelezen. Zeker. Daar is geen woord Spaans bij. Die zegt gewoon, wie dit organisatiebestuur bekijkt, die krijgt gele hoofdpijn. Want het enige wat daar gedaan wordt, is gekletst en vergaderd. En er wordt niemand gepakt. Ja, nou, hoe gaat u ervoor zorgen dat dat dan niet ook gebeurt? Ja, het woord gele hoofdpijn was niet helemaal bij mij blijven hangen. Kijk, ik vind, hij maakt het terecht punt dat er meer in, ook in deze periode, over gesproken moet worden. Dat dit een kwestie is van lange adem. En dat ook hier werk aan de winkel is. Tegelijkertijd is het wel heel erg belangrijk dat we meer capaciteit bij elkaar brengen. Dat er zo'n soort team komt wat echt achter die georganiseerde misdaad aangaat. En, ben ik zeer met u eens, kiest voor de lange adem. Want als je er over 2 jaar weer mee ophoudt, dan weet je 1 ding zeker, dan schieten al die dingen weer als paddenstoelen uit de grond. Voorwaarts. Het coronadebat wordt steeds humeuriger en harder en het blijft niet altijd alleen bij woorden. Eerder waarschuwde de NCTV al voor personen die radicaliseren, vooral uit woede over het coronabeleid. En gisteren is dan voor de 5e keer geweld gepleegd bij een coronatestlocatie. Het werk op de coronateststraat in Breda is verstoord. Een man en een vrouw vernielden en bekladden borden, riepen dat corona nep is en intimideerden de medewerkers. De corona-unit van een huisartsenpraktijk in Beek en Donk is opgeblazen. De schade is groot. Het leek wel een aanslag en zo werd het eigenlijk door de politie ook genoemd. Op Urk maken ze de coronateststraat in brand. De schade is aanzienlijk. Containers en de inventaris en de spullen die erbij horen, die niet als verloren worden beschouwd. Toen onze cameraman deze beelden maakte, werd hij belaagd. Afzetlinten en mannen in witte pakken op de middenweg in Bovenkarspel. Er is een explosief afgegaan en er is een aantal ruiten gesneuveld. Dit is natuurlijk heel verdrietig wat hier gebeurt. Ja, dit was dus gisteren. Hoe merkt u bijvoorbeeld, politiechef in Amsterdam, dat het extremisme rond corona toeneemt? Nou ja, wat hier al zichtbaar is, wat kan het iemand schelen dat je... Jij hoeft niet gevaccineerd te worden, daar heb je een keuze in. En toch ben je bereid om geweld te plegen op iets waarvan je denkt dat dat niet bestaat, dat het een hoax is, dat het verzonnen is door de overheid om je te onderdrukken, om het volk te onderdrukken. En dat je daar ook vanuit die gedachte ook gewoon acties wil ondernemen. En de kwaadaardigheid die daarachter vandaan komt. En echt het geloof hebben dat alles nep is. Ik citeer alleen maar die arts bij die eerste demonstratie op het Museumplein. Dat er geen patiënten op de IC lagen. En wat er lag, was voor 20.000 euro als beloning voor de IC-artsen binnengebracht. Dat waren acteurs, toch? Ja, dachten ze. Ja. Want al zeven zondagen staat het Museumplein in Amsterdam vol met coronademonstranten. Daar staat ook die arts bij. Even kijken. Ja, als je slaapt in een democratie, kun je wakker worden in een dictatuur. Volgens mij is het een vrij land, dan mag je hier staan. Wil je het volgens niet? Ja. Ik ben verdomme arts, ik ben hier aan het vechten voor de vrijheid van ons land. Er is geen oversterfte geweest. Charles Baudet had dat gedeeld. Voor Gates, Rockefellers en de zwalp niet echt. Hè? Och man, laat je niks wijs maken. Er ligt niemand op de EC. De nul reset, hè, komt eraan. Ik ben echt heel erg boos. Ja? Heel erg boos, mijn woeden. Pure intimidatie van politie. Volgende week weer naar het Museumplein? Ik denk het wel, ja. Ja, Sarah de Lange, hoogleraar politicologie. U doet onderzoek naar extremisme. Is het nou puur dat het zo lang duurt dat het extremisme toeneemt, of zijn er ook andere redenen voor aan te wijzen? Nou ja, wat we zien is dat het percentage van de bevolking dat in samenzweringstheorieën over corona gelooft eigenlijk relatief stabiel is. Dat is al vanaf het begin van de crisis is dat zo'n 10 tot 13% van de bevolking.
Maar wat we ook zien is dat binnen die groep de gedachten die men heeft over de crisis steeds complexer worden. Dat de theorieën geavanceerder worden en dat men steeds meer groepen betrekt bij de samenzwering. Dus dat het eerst de politiek was, de media, maar vervolgens ook bijvoorbeeld het RIVM en de individuele artsen die betrokken waren bij het complot. Ja, en wat voor gedachten zijn daar nog meer bij? Kun je een paar noemen? Nou ja, de theorie die op dit moment het meeste opgeld doet, die het snelst populairder wordt, dat is de Great Reset-theorie. En die stelt dat het coronavirus gecreëerd is door de politiek-bestuurlijke elite om een nieuwe samenleving te kunnen inrichten. Om burgers aan een digitaal paspoort te helpen. Om hun DNA te veranderen met behulp van vaccinaties. Of om het kapitalisme bijvoorbeeld af te schaffen. En dat zijn dus ook mensen die daar dan op het Museumplein staan. Natuurlijk niet allemaal, want er valt daar een profiel van te maken. Voor mensen die elke zondag daar zijn. Er staat een hele brede variëteit van mensen. Mensen die echt volstrekt geweldloos daar willen demonstreren. Wel geloven in waar ze voor staan, hè. Dus inderdaad tegen de coronamaatregelen, tot inderdaad gewoon gewelddadige groepen die wel relatief nieuw zijn. Hè. Defend IJmuiden is er bijvoorbeeld eentje. Dat is toch een militieachtig iets, een groepering die zich profileert als de verdediger van de Nederlandse waarden. En Nederlandse moet je dan nog wel een keer goed nakijken wat eronder verstaan wordt. Maar die zijn ook bereid om geweld te plegen en de confrontatie aan te gaan, geprepareerd zijn. En dat is wel nieuw, tenminste, voor dit soort groeperen. Over wat voor groep hebben we het dan? Want er zijn natuurlijk mensen die hun onvrede mogen uiten over de maatregelen die genomen worden en het daar niet mee eens zijn en daar misschien wel vreedzaam staan. Hoe groot is die groep die echt dus bereid is tot geweld? Nou, die is niet zo groot. Wat je wel zag, de eerste week hadden we 2500, 3000. De laatste twee weken hebben we 600, 700 mensen. Die zijn in het grootste gedeelte. De laatste periode zijn eigenlijk relatief geweldloos. Alhoewel de laatste week, afgelopen zondag, zien we toch weer twee gewonde collega's die toch weer geweld. Maar het is de groep is inderdaad tussen volstrekt geweldloze mensen die inderdaad ook voortdurend hebben over liefde en over flower power, bij wijze van spreken. Tot aan de andere kant inderdaad mensen die zich geprepareerd hebben op een harde confrontatie met de politie. En wat nog veel erger is, die ook bereid zijn geweld te gebruiken. Geweld tegen de overheid, maar ook nog tegen individuele dienders. Hoe groot is dat groepje dan? Want ik kijk, ik denk 600, 700 demonstranten in een land met 18 miljoen, dat kunnen we hebben. Ik bedoel, dat is het grootste plein in de hoofdstad, ja. Nee, als je het hele land afsluit als regering, wat we toch met lockdown hebben gedaan, kun je ook verwachten dat er een paar mensen in de bevolking zijn die zeggen, niet zo'n goed idee. Nee, maar goed, laat ik zo zeggen. Het Museumplein is natuurlijk een hele vervelende situatie iedere zondag. Maar goed, daar lossen we een kleine groep, toch? Ja, een kleine groep. Maar dat lossen we ook iedere week op. De mensen die geweld hebben gepleegd tegen de politie of anderszins, die brengen we ook naar binnen. Dat gebeurt aanstaande dinsdag gaan we weer de laatste 25 bij opsporing verzocht tonen. Dus we hebben altijd gezegd, het is geen kwestie of ze binnenkomen, maar wanneer ze binnenkomen. Binnenkomen is de politietaal voor gearresteerd worden. Ja, oké. Maar even in uw. Breng ze even binnen. We brengen ze even binnen. Ja. Maar wat je hierin ziet, is dat mensen ook gewoon bereid zijn om heel nadrukkelijk in de individuele omgeving, persoonlijke omgeving, privéomgeving van dienders te komen. Ja. Via dat wat tegenwoordig genoemd wordt doxing. Dat betekent dat je via de social media oproept. We hebben een foto van een politieman of vrouw. Ja. En dan proberen erachter te komen waar iemand woont, te bedreigen en inderdaad in die hele persoonlijke omgeving te komen. En Sarah, heb jij enig idee hoe groot die groep is die echt gevaarlijk is? Want de NCTV bijvoorbeeld heeft het vaak ook over eenlingen, dus die is heel moeilijk in kaart te brengen. Maar valt daar iets over te zeggen? Ja, voor de groep die gelooft in coronasamenzweringstheorie is dat moeilijk te zeggen, omdat het een relatief nieuw fenomeen is, maar zich ook zo snel ontwikkelt. Dus die Great Reset-theorie die is pas de laatste paar maanden echt heel populair geworden. Wat ook heel lastig is, en ook lastig is voor bestuurders en voor de politie, is dat je ziet bij die demonstranten dat er ook allerlei verschillende groepen samenkomen die verenigd worden door hun diepe wantrouwen tegenover de overheid. En dat zijn dus niet alleen corona-samenzweringsaanhangers, maar bijvoorbeeld ook, zoals we op de beelden net gezien hebben, activisten die al langdurig voor extreemrechtse organisaties bijvoorbeeld actief zijn. Extreem rechts en extreem links zitten beide ook in. Hè? We zien dat samenzweringstheorieën sowieso op de extreme van het politieke spectrum het meest populair zijn. Dat is altijd al zo geweest. Ja. En dat geldt ook voor de coronasamenzweringstheorie. Maar Sarah, het issue is toch gewoon, zit er een Volker van de Graaf tussen? Dat is toch wat we allemaal willen weten. En kun je die redelijkerwijs als politie überhaupt opsporen, zo iemand? Dat zijn eenlingen.
Ja, dat is de essentie van de aanpak van eenlingen. Die zijn sowieso moeilijker te vinden totdat ze zich laten zien. Maar er zullen wel degelijk mensen tussen zitten. Omdat we in de aanhoudingen die we nu hebben... er zit een hele brede schakering in van mensen van alle letters van het alfabet... van de woonplaatsen waar ze tussen zitten. Die zijn er. En wat je hier bijvoorbeeld zag, we hebben hier een eenling... die man die met die ploeterdoden dat paard sloeg. Ja, je moet er maar opkomen. Dat was in principe een eenling die we lange tijd niet in politiedossiers hebben gezien. En hoe kan de politiek, de media, mensen... kunnen we hier nou het beste mee omgaan? Voor bestuurders, politici en dergelijke is dit echt een soort duivels dilemma. Want aan de ene kant moet je deze mensen het gevoel geven... dat ze nog steeds deel uitmaken van de samenleving... Dus wat er ook wel gebeurt is hen wegzetten als crimineel tuig is misschien niet het verstandigst. Ze proberen hier toch een politieke standpunt te laten zien. Maar tegelijkertijd moet je heel duidelijk aangeven waar de grenzen van protesteren in de democratische rechtsstaat zich bevinden. En dat is het andere risico dat ook in deze context bestaat. Het is niet alleen de eenling die misschien gewelddadig zou kunnen worden. Het is ook de glijdende schaal van de toenemende aantal bedreigingen... richting bestuurders, richting journalisten, richting artsen... Die zich steeds onveiliger voelen omdat zij met deze groep geconfronteerd worden. En wat ik me dan zelf afvraag, want misschien als je 10% is of 13%... dan zijn er altijd wel mensen dus ook niet per se die dus echt in complottheorieën geloven. Maar je hebt wel, ik denk iedereen wel, ingewikkelde gesprekken over corona... en mensen die dus denken van, nou, het zit zo en zo. Jij hebt geloof ik echt een vriend die helemaal vrij erg... Die hierin gelooft, ja zeker. Ja, die hier heel erg in gelooft. En die niet dom is trouwens. Nee, maar hoe ga je daarmee om? Hoe ga je zo'n gesprek aan? Dat is heel ingewikkeld, omdat eigenlijk elk rationeel argument... dat je inbrengt om deze theorieën te ontkrachten... worden afgewezen onder het argument dat je nog niet wakker bent. Dat je het licht nog niet hebt gezien. Dus eigenlijk heb je hier een hele andere benadering nodig. Hebben we ook heel veel aan de inzichten uit radicaliseringsliteratuur. Ja. Want eigenlijk zijn dit een soort radicaliseringsprocessen die plaatsvinden. En is het dus heel belangrijk dat we zorgen dat deze mensen ingebed blijven in de samenleving... en niet helemaal geïsoleerd raken. Kijk. Feiten kunnen die ook nog helpen. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel mensen tegen vaccineren. Nu heb je de cijfers in Israël, misschien de vroege cijfers in Engeland. Dan blijken mensen er niet aan dood te gaan. Dan zie ik alweer berichten komen uit deze groep die zeggen... ja, maar deze overheid manipuleert alle cijfers. Er zijn veel meer doden, dat houden ze geheim. Ja, en dan ben ik een beetje uitgepraat eigenlijk, dan weet ik het niet meer. Ja, dus het is heel lastig deze groep met cijfers te overtuigen. Tegelijk hebben we wel gezien in de Verenigde Staten... waar bijvoorbeeld de QAnon-theorie heel populair was... dat een deel van de QAnon-aanhangers op het moment dat Trump toch echt niet aan de macht kwam... de dag dat Biden ingezworen werd, toch zei van... ja, kennelijk heb ik toch ergens een verkeerde afslag genomen. Maar dat is een minderheid van de groep die in die theorie geloofde. Maar er zit nog wel ook één punt. Ze zijn ook bereid om zelf gewoon fake nieuws te verspreiden. En ik moet daar toch even op reageren, omdat die man met dat bloedende hoofd wat je net zag... werd gesuggereerd dat hij zomaar door een ruiter is geslagen. En we hebben die beelden, die hebben we ook aan journalisten laten zien. De man belaagt een ME'er, en fors ook, en krijgt daarbij een klap. En dan, hier staat inderdaad een hele zielige, arme man die een klap heeft gekregen. En politiegeweld ziet er altijd lelijk uit. Mm-hmm. Maar dit is wat er wordt beweerd. En het laatste wat ik er nog over zou willen zeggen, dat is hetzelfde verhaal. Dan heb je het inderdaad over de kwaadaardigheid. Dat onze arrestatieeenheden, die op zo'n demonstratie de kwade elementen eruit halen. Dat daar wordt van gesteld dat die zelf de rellen veroorzaken. Dat die zelf in het conflict met de politielinies gaan. Om te zorgen dat die rellen op die manier gaan ontstaan. De Romeo's. Ja, de Romeo's. Ja. Oké. We gaan door. In de verkiezingsprogramma's wordt met miljarden gestrooid. En alle politieke partijen willen dat extra geld wordt opgehoest door bedrijven. Blijkt uit een analyse van het Centraal Planbureau. Dat doet ons denken aan de ruk naar links in de jaren 70. Gewetenloos, schrijft Pen. Ik zeg het na koele overweging. Want hier wordt de democratie ondermijnd. Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel. Ik vind hem een geharnast tegenstander. Ik vind hem een geharnast tegenstander. En ik hoop, ik weet niet wat het latere Partij van de Arbeid congres beslist, maar dat hij nog enige tijd leider van de Partij van de Arbeid blijft.
En voor de wat jongere kijkers, misschien moet ik toch nog even uitleggen. Hans Wiegel, leider van de VVD, natuurlijk in de jaren 70, een stukje van de jaren 80. En Joop den Uyl, de minister-president, die de geschiedenis inging natuurlijk als de meest linkse president van het meest linkse premier, moet ik zeggen, van het meest linkse kabinet. En de gevoelens zijn een beetje, Jacob Vonhoff, welkom, MKB Nederland, dat die tijden weer terugkeren, dat er vooral links beleid gevoerd gaat worden. Laten we even kijken naar een statistiekje dat het Centraal Planbureau deze week uitbracht. Die hebben 10 verkiezingsprogramma's, zeg maar, van de grote middenpartijen, zou je kunnen zeggen, uitgerekend. En daar staan de belastingverhogingen voor het bedrijfsleven in. Koploper Partij van de Arbeid, bijna 42 miljard in de komende kabinetsperiode. Maar ook CDA, VVD, partij van Wopke Hoekstra. Nou ja, word je blij van? Nee, dit is niet, hier word je niet vrolijk van, nee. Nee, absoluut niet. Nee, en zeker niet. Kijk, het, sowieso is het voor bedrijven niet prettig om lastenverzwaringen te krijgen. Afgelopen kabinetsperiode 5 miljard lastenverzwaring al gehad. Waarbij de burger ook nog eens een keer 5 miljard lastenverlichting heeft gehad. Dus daar is al het een en ander gebeurd. Maar we hebben in de tussentijd ook een coronacrisis gehad, waardoor heel veel bedrijven zo zwaar getroffen zijn dat lastenverzwaring, ja, weet je, dat kon wel eens het laatste zetje zijn. En, dus ja, wij schrikken hier heel erg van. Ze zeggen natuurlijk vaak, in die partijprogramma's ook, we raken de grote bedrijven, de multinationale ondernemingen, maar niet het midden- en kleinbedrijf. Ja, dat is de theorie. Maar het is zeg maar het ondernemerschap, bijvoorbeeld de MKB-ondernemerschap, zit zo complex in elkaar. Je hebt zoveel verschillende bedrijven. Nou, we zullen straks horen bijvoorbeeld een keten van een aantal hotels. Ja, je kunt denken dat je dan in Dynasty terechtkomt. Je hebt gewoon over een MKB-onderneming. Hmm. Ja, en daar gelden in die ondernemingen hele speciale dingen, zoals bijvoorbeeld bedrijfsoverdracht. Als je van in de familie een bedrijf aan een ander wil, maar daar hebben we regelingen voor. Ja, maar die statistiek die we daar zijn, gaat vaak vooral over de winstbelasting die omhoog gaat. Dat valt nog wel mee. De meesten hebben het er wel over trouwens. Waar wij wel van schrikken is omdat we namelijk net een goede stap in de VPB hebben gemaakt, de winstbelasting. Mm. En de meeste de partijen die de grootste uitslagen hebben, zeg maar ongeveer 42 miljard, ja, die doen echt hele rare dingen. De Partij van de Arbeid gaat naar 30%. Het staat nu op 25%, maar het zou echt lager worden. Het kabinet heeft het al minder verlaagd. Precies, er zou een zeg maar de ondergrens die zou iets omhoog gaan. Mm. En de tarief wat daarbij is laag. Maar dat is allemaal techniek. Ja, de mensen zullen zeggen, de ondernemers waren niet zo zielig. Hè? De laatste 10 of 20 jaar, al het geld is naar de aandeelhouders gegaan. Nu moeten jullie afrekenen. Ja, dan hebben ze ook weer een verstoord beeld van wat een ondernemer is. Hè? Dus die ondernemer is ook de winkelier in de straat. Is ook de horecaondernemer met die kroeg die al tijden niet open is. Dus het zijn niet alleen maar grote concerns. Juist niet. En als je probeert om daar zeg maar de druk neer te leggen, zul je zien dat veel van die ellende uiteindelijk bij het MKB terecht. Maar gaat Hoekstra ook de fout in het CDA? Want het CDA stond na de VVD als duurste partij voor het bedrijfsleven. Althans als minst, één na minst dure partij. Ik wil niet omdat hij zit aan tafel. Nee, de SGP. SGP, CDA, VVD. Er zitten in het programma van het CDA een aantal mooie dingen voor MKB. Hè? Een van de dingen die zij bijvoorbeeld niet doen, zijn die bijvoorbeeld die bedrijfsoverdrachtsregelingen afschaffen. Dat je het makkelijk aan je kinderen. Er zitten een aantal MKB-voorstellen die goed passen. Maar ja, weet je, als je in de economie gelooft, dan snap je ook dat je soms misschien de grote bedrijven wil treffen, maar je wil natuurlijk niet dat die grote bedrijven weggaan, want dat zijn vaak opdrachtgevers van veel kleine bedrijven. Dus het is veel complexer dan dat. Maar laten we zeggen dat ook daar staat een lastenverzwaring. Die hadden we liever niet gezien. Dat heb ik Wopke Hoekstra gisteren ook nog verteld. We zijn ook bij elkaar aan tafel. Vrolijk onder, moet ik zeggen, Hoekstra. Ja, nou, misschien moet je zelf even vertellen. Het is natuurlijk toch een beetje pijnlijk als je van de rechtse partij lijsttrekker bent, dat je dan van de werkgevers hoort, joh, wordt een beetje duur, kabinet met Hoekstra. Ik moet ook zeggen, Jacob was gisteren nog wat enthousiaster, want toen zijn we door al die MKB-regelingen gegaan. En daar zitten regelingen in voor innovatie. Daar zit inderdaad de bedrijfsoverdrachtregeling in. Daar zitten allerlei fiscale maatregelen in, zodat je juist kan doorstarten. En ik vind, wat wij doen, vind ik echt afgewogen. We moeten die rekening uiteindelijk met z'n allen betalen. Wij ontzien daar overigens heel bewust juist het midden- en kleinbedrijf. Dus als je kijkt naar waar die 5 miljard bij ons vooral vandaan komt. Maar toch, het beeld van het Centraal Planbureau is, de lasten gaan omhoog. De jongere generaties krijgen meer schuld op hun dak na verloop van tijd. En uiteindelijk zal, want dat is natuurlijk de vraag, hogere lasten niet leiden tot meer werkgelegenheid en welvaart. Uiteindelijk. Maar, kunnen we dat aantonen? Maar voor de goede orde, daar is echt een groot verschil over het punt wat u maakt over die hogere rekening voor de volgende generatie. Hmm. Daar zijn het CDA, er zijn overigens nog een paar partijen, maken daar echt een totaal andere keuze dan bijvoorbeeld de linkse partijen. Die daar een hele forse rekening bij het bedrijfsleven neerleggen.
maar ook een hele forse rekening neerleggen bij de volgende generatie. Met staatsschulden die, ja, die nog net geen Griekse proporties... Ik weet niet of het CDA helemaal in de plus schiet dan, hoor. Maar goed. Ook... Nee, maar het, nee. Het zit om en nabij die zogenaamde 60%. Ja. Ja. Oké, maar als we het even bij die lastenverzwaring voor bedrijven, voor bedrijven houden. Het is duidelijk, het rapport van het planbureau, Jennifer Westers. Eigenaar dus van 16 hotels en strandtenten. Het blijft dan een beetje zo vaag, hè, van lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Waar hebben we het dan over? Maar als u dit hoort, wat denkt u dan? Waar gaat dit dan over? Wat betekent dit voor uw bedrijf? Ja, het voelt bijna als een klap in je gezicht. Zeker na het jaar wat we achter de rug hebben. En je vraagt je werkelijk af of er... waar is die discrepantie ontstaan? Hè, begrijpen ze in Den Haag nou echt wel wat er aan de hand is... in het bedrijfsleven van Nederland? En ik hoor u praten over het MKB, die ontzien wordt. Maar er is een andere deling in Nederland ontstaan afgelopen jaar. En dat is dat bepaalde branches heel hard geraakt zijn... En er zijn bedrijven die zijn minder hard geraakt. En er zijn bedrijven die hebben zelfs een heel erg goed jaar achter de rug. En voor de bedrijven die zo hard geraakt zijn in het afgelopen jaar... als die zien dat de lasten verzwaard worden... als dat het perspectief is waar we om vragen in Den Haag... ja, dan is er echt nog wel een weg te gaan. En ik denk dat je ondernemers zijn van huis uit en in hun inborst... positief ingestelde mensen, maar je moet ze niet het laatste restje moed en doorzettingsvermogen ontnemen door nu met met deze plannen te komen. Ben ik officieel mee eens, hoor, met die, want dat hebben wij ook eerder gezegd. Er is een hele grote groep ondernemers die het juist ongelooflijk lastig heeft gehad, die door alle reserves heen is. Die moet je willen ontzien. Maar er zijn ook bedrijven die hebben 2, 3, 4 keer zoveel winst gemaakt. Ja. Als in andere jaren. Dus is het dan niet eerlijk, is het niet redelijk om te kijken of je van die groep tijdelijk wat meer kan vragen, om juist ook dingen die je faciliteert voor het MKB, om die mogelijk te compensatie maken. Dus eigenlijk. Ja, dus Albert Heijn gaat iets meer betalen om het hotel te matsen. Ik vind dat redelijk. En dan moet je kijken hoe je dat dan doet. En of dat dan Albert Heijn is of nog voor een deel ook de online partijen. Maar daar heeft u helemaal gelijk in. Er zit een hele grote discrepantie tussen partijen die het heel goed hebben gedaan, ondernemers die het juist heel goed hebben gedaan vanwege corona, en de andere kant. Hoe wordt daar... bij jouw achterban op gereageerd? Nou ja, kijk, als het eerlijk en rechtvaardig is en voelt... dan zal het ook wel een beetje zo zijn. Dus dat daar op de echte superverdieners een tijdelijke heffing is... ja, weet je, dat begrijp ik als MKB-ondernemer prima. Maar daar hoort dus bij dat je dan ook in het beleid van de aankomende periode... juist die bedrijven die hard getroffen zijn, ontziet. Zeker. En daar zien we weinig van. Ja. Ik heb het nog steeds dan niet helemaal concreet... wat dan bijvoorbeeld u in uw bedrijf dan gaat voelen... van zo'n lastenverzwaring die in al die verkiezingsprogramma's staat. Concreet, wat betekent dat? Nou ja, wij staan natuurlijk na dit afgelopen jaar... voor een schuldenlast nog van onszelf... We hebben uitgestelde belastingen. We hebben, en dat geldt voor heel veel bedrijven. Aan het einde van de tunnel ligt nog een schuldenberg. Ja, want geef even, dus begon met 900 mensen voor de crisis. Er zijn 300 banen verdwenen. Omzet is meer dan gehalveerd. Ja, wij zijn vorig jaar 60% van onze omzet verloren. Ja. We zijn een derde van onze medewerkers kwijtgeraakt. Nou, wordt tijd dat u meer belasting gaat betalen. Ondanks de nauwregeling die natuurlijk heel welkom was. Want anders was er nog een derde van de medewerkers verdwenen. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Ja. Maar ja, wij moeten eerst zorgen dat we onze eigen schulden kunnen afbetalen. Dan moeten we vervolgens weer aan onze reserves gaan werken. Die natuurlijk ook helemaal verdampt zijn. Ja. Vervolgens zal er ook een moment komen voor elke ondernemer... dat je weer moet gaan investeren. Ja, en als we dan nu bovenop die berg die al voor ons ligt... ook nog die lastenverzwaring krijgen... dat we moeten echt heel erg uitkijken dat de ondernemer de moed verliest. Dat Den Haag nog wel geloofwaardig blijft. Want we moeten het wel samen doen. Tenminste, Lobby van het bedrijfsleven dan wel gewerkt, Jacco Vonhoff. Jullie zitten daar lekker in een grote flat te vergaderen. Maar de verkiezingsprogramma's zijn gedrukt. Het is de basis voor de formatie. Met andere woorden, de belasting gaat gewoon omhoog, punt. Nou, daar zit... Daar is Jacco opnemen, hoor. Daar is deze oproep ook wel voor bedoeld, dank je wel. Deze oproep is ook bedoeld voor op twee redenen. Eén, om die politieke partijen even duidelijk te maken van... dit kan niet, maar ik snap ook wel een beetje hoe het komt. Want die programma's zijn allemaal in september geschreven... ruim voor de tweede golf. Ja. En dus ik roep ze ook op om een beetje te gaan heroverwegen. Dus dit gewoon in de prullenbak, even opnieuw. Dat? En even, ja, voor mij kan dat. Met die is ons niet nodig, maar het kan wel. Worden we toch altijd belazerd, wou je zeggen. Nee, in ieder geval wat
Nee, maar kijk nou naar die steunpakketten. Die hebben we ook uitgebreid. Heb je ook gewoon geprobeerd te doen wat nuttig en nodig is in de volgende fase. En wel echt, Jacco is daar heel goed mee bezig. Juist ook voor de ondernemers. Maar wat u zegt is natuurlijk helemaal waar. Wat je hier ook in terugziet. U liet al dat filmpje zien van Joop den Uyl en Wiegel. Daar is in Den Haag helaas bij te veel politici toch ook letterlijk onbegrip over dat het geld wel eerst verdiend moet worden voordat je kan uitgeven. Te veel onbegrip dat dus ook bij al die bedrijven vandaan moet komen. Ja, en dat je dan daarmee ook de mogelijkheid hebt om goed onderwijs te organiseren. Om veiligheid te kunnen garanderen. Maar je moet wel eerst verdienen. Maar het staat ook in uw verkiezingsprogramma. Hè? Ja, als ik dus mevrouw Wetsel hoor, dan ga ik niet investeren. Volgens mij bent u de man die altijd zegt, we moeten investeren de crisis zeker, uit. Zeker, maar dan toch even naar het gesprek van wat wij gisteren hadden. Als je kijkt naar waar die 5 miljard bij ons vandaan komt. Ja. Dan komt die echt van de grootste bedrijven. En hebben wij juist een heleboel regelingen die zijn voor familiebedrijven, voor de MKB'ers, omdat er gewoon heel veel bedrijven nu door een lastige fase gaan. Maar eigenlijk hoor ik u ook zeggen, het verkiezingsprogramma van het CDA is wat de financiële paragraaf betreft alvast door de shredder. Nee, integendeel. Maar ik zou dat wel sommige andere partijen aanraden. Ja, die moeten ook nog met ze gaan regeren straks, hè? Partij van de Arbeid, 42 miljard belastingbouw. Dat moet je ook nog even doen. Ik was echt bij dat planbureau. Ja. Het viel van mijn stoel toen ik bij sommige partijen aan de linkerkant zag. Ja, oké, maar Jacco Vonhoff viel ook van zijn stoel van het programma, ook van het CDA. Ik heb gisteren een middag lang heb ik complimenten van hem gekregen. Is dit zo, okay. Jacco? Op het moment dat je het over de specifieke MKB-regelingen hebt, waar wij voor pleiten, dan moet ik daar ja op zeggen. Dus dat klopt, daar ligt echt een plan van aanpak. Maar overal het hele lastenbeeld natuurlijk niet. En daar komt dan bij dat er geen één politieke partij is die zegt, we laten de lasten op nul of weet je wat, we laten ze zelfs wat dalen. En wat ons betreft, net gehoord, is het verstandig dat de aankomende 2-3 jaar bedrijven even niet kopje onderdrukken. Want we hebben het nu over de landelijke overheid. Maar de meeste gemeenten zijn op dit moment ook al bezig de rekeningen te verhogen. Dus die komen nog eens een keer. Het gaat dubbel op. En dat kunnen we gewoon niet hebben. Nee, en het lijkt er ook wel op dat dat er leeft dat wanneer we allemaal gevaccineerd zijn, dan is alles weer vergeven en vergeten. Maar voor de ondernemingen, die zijn echt nog de komende jaren bezig om weer terug te komen tot een gezond punt. Ja. Hopelijk wordt jullie oproepen gehoord en heel veel succes ermee. Wij gaan zo praten met André Hazes, die komende zondag eindelijk weer het podium op mag. Wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Heb ik me wel gedragen? Ben ik te ver gegaan? Ik weet niet alles meer. Ik had een sokje op. Of waren het die shortjes, alles plakjes, smaak naar rood? Wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Geen cent meer in mijn zak. Mijn kleren naar de baan. Mijn vierde aspirintje. Mijn kop doet nog steeds pijn. Van de pelgrims die met knapzak rondtrokken, matrozen op VOC-schepen die maandenlang bevroren eten, bedorven eten aten, en treinreizigers die van 7 gangen diners konden genieten. Alles komt op tafel in het nieuwe boek van culinair historica Charlotte Klein over hoe we eten als we op reis zijn. Ja, jij dook in reisverslagen, kranten, schilderijen, je ging allemaal dingen zelf uitproberen. Waarom wilde je dit weten? Er wordt wel wat veel geschreven over de geschiedenis van eten. En dat gaat eigenlijk altijd over het eten van mensen thuis. En dan neem je oude kookboeken en dan ga je kijken. En dat is ontzettend interessant, maar er is nog zoveel meer. Want de mensen waren ook heel veel op pad. Nu, even niet, maar hè, in deze moderne tijden en ook in het verleden. En dat vond ik gewoon heel fascinerend. Hoe ging dat dan? En hoe kookten ze? En hoe kwamen ze aan hun ingrediënten, aan hun brandstof? En dan gaat het echt van het koggenschip tot de pelgrims en de stoomschepen. Je hebt echt allemaal dingen onderzocht. Laten we een paar soort van fases langsgaan. Te beginnen bij de VOC-tijd. Dan gaat het echt over wormenwater dat groen en slijmerig is. Scheurbuik natuurlijk, weten we allemaal. Ja. Maar wat viel je vooral op? Nou ja, toch ook wel hoe knap het was dat het wel goed ging. Het ging vaak fout en veel mensen kregen scheurbuik. Maar toch waren die reizen van 9 maanden zonder koelkast, zonder conserveblik mogelijk. Dus dat vond ik fascinerend. Dat was toch een enorme organisatie. Ja, gedroogde peulvruchten, veel gezouten vis. Dat moest allemaal worden klaargemaakt.
Ja. En dan lezen we dat boek, Eppo van Ispen, en dan komt jouw familie er ook nog in voor. Ja, jongen, ja, vertel even. Gesteld. Ik heb net bij mijn moeder Adriana Lammens van de muur gerukt, mijn moeder woedend. Maar zij was een van de vrouwen die op zo'n boot zich over de verre oceanen naar tussen Nederland en Batavia. Hier hangt ze, deze vrouw heeft het gedaan. En dat heb jij onder andere gebruikt, een stuk weer. Want zij schreven namelijk een dagboek over hoe dat was. Elke dag op zo'n schip. En er valt niet heel veel te beleven natuurlijk. Van voor naar achter op dat achterdek. En ja, wat ze te nakken kregen. En ook, nou, dat is prachtig om te lezen. En ik ben ontroerd. En zij kijkt even mee. Wat dus het grappige was, is dat het natuurlijk op schepen is het eigenlijk alleen maar beter gegaan. Maar wat me opviel in jouw boek is dat op heel veel andere vervoersmiddelen is het eigenlijk gewoon down the drain naar beneden gegaan. Begon het heel luxe allemaal. Eigenlijk werd het steeds minder. Bijvoorbeeld bij de treinreizen. Het werd democratischer, dus er meer mensen konden mee. En daardoor was er minder ruimte. En ja, alles moest goedkoper. Dus de kwaliteit ging naar beneden, maar wel meer mensen konden gaan reizen. Want de Orient Express, daar schrijf je dus over hele diners. En daar ging het toch echt wel, nou, toch wel luxe aan toe. Dat was ontzettend luxe. Ja, dat was de elite die ging daar naartoe. Die was gewend aan truffels, champagne, ijstaarten. En die verwachten dat ook als ze van Parijs naar Istanbul met de trein gingen. En dat werd ook voor ze klaargemaakt. Ja. Ja, sindsdien heb ik het openbaar vervoer afgezworen. Want kijk, dit willen we. Er zijn nog een paar treintjes. In Zwitserland is er nog eentje. Er was nog een heel klein stukje in Nederland ergens. Ja. Maar was het eten echt goed? Want er wordt vaak gezegd in kleine keukentjes. Ze hebben geen open vuur. Ze kunnen niet zo goed koken. Ja, men was wel heel enthousiast erover. Maar het waren inderdaad van die rijdende keukentjes. Dat was allemaal erg ingewikkeld. En er werd ook geschreven dat de wijn niet lekker was. Ja. Omdat de trein er de tijd bevolen. Apple, jij hebt erin gereisd, toch? Ja, nee, wij gingen met mijn familie in de slaaptrein naar Bonn altijd. En dan moesten wij om 8 uur boeken in het boemetje. Want dan reed door Luxemburg, het prachtige landschap. Maar het was niet te nakken. En mijn vader was woedend, want die vond het allemaal veel te duur. Dus dat hele romantische idee. Dan zaten we daar. Maar, verdomme, nou, precies, dus geschudde wijn. Maar goed, het was nog wel. Ja. Ik ben het met je eens. Het is een hele mooie romantie. Want het eten wordt daar toch. Ja. Ja, ook al lijkt het slecht, het lijkt dat toch weer lekker. Ja, want je ziet het landschap langs je voorbij. Ja. En dan nu kunnen we alleen met zo iemand met zo'n rugzak met koffie en thee, toch? Ja. Moet zelf iets meenemen. Laten we het over de auto hebben. Want het staat ook gewoon op de voorpagina van jouw boek. Een hele nieuwe picknickcultuur. En hoe zich dat heeft ontwikkeld. En daar hebben we jou gevraagd bij om nostalgische beelden mee te nemen. Ja, nou ja, wat heel leuk is. Dat reizen, de reisprogramma's, die waren er eigenlijk niet. En dit speelt zo'n beetje rond de 60e jaren. En we hadden in Nederland ook reisprogramma's. Maar die waren tips, strenge tips van zeg maar de Frank Paul onder andere van toen. En dat stukje heb ik meegenomen. Want wat ontstond er bij Nederland? Nederlanders kregen wel die auto. Maar ja, we gingen niet heel veel verder dan iets heel spannends, namelijk de berm. En een programma, daar ging er over toeristica. Ja, dames en heren. De vorige keer stonden we ook al langs een van de grote Nederlandse autowegen. Dit keer willen we het eens hebben over mensen die om een heel andere reden naar dezelfde plaats zijn gekomen. Sinds een paar jaar heeft onze taal daar een ingeburgerd woord voor. Bermtoeristen. Het is niet alleen ongezond vanwege de uitlaatgassen die u opsnuift, maar bovendien ook vrij gevaarlijk. Zowel voor uw kinderen als voor de automobilisten. Hun aandacht wordt gemakkelijk afgeleid en bovendien zijn ze bang om dicht langs de berm te rijden en krijgen ze terecht bermvrees. Dit is jammer, want er zijn al zoveel automobilisten die aan een ongegronde bermvrees lijden. Is toch prachtig? Bermvrees. J.F. Basten was dit. Chef politie te Zwolle. Tot wanneer hebben wij dit volgen? Banner, want dit is echt maar eind jaren 50 opgekomen. Dit heeft een jaar of 10 geduurd dat die auto nieuw was. Ja, ja. Volgens mij waren er 500.000 auto's zo in de 60e jaren. Ja, en op een gegeven moment dan komen er te veel auto's en te veel uitlaatgassen. Ja? En dan is het niet leuk meer. Dan komen er ook picknickterreinen in het bos. Hoe heeft zich dat ontwikkeld, dat eten dus, bij dit soort bermtoerisme? Nou, picknicken was al veel ouder. Dat is helemaal in de 19e eeuw echt opgekomen. En toen de auto's kwamen, toen vond men het leuk om die auto te laten zien aan anderen. En om naar andere auto's te kijken. En dan wat mee te nemen voor in de berm. Mm. Wat aten mensen dan? Nou ja, simpel wel in Nederland. Gewoon bammetjes mee, thermoskan. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook hele luxe uitgebreide picknicken geweest. Vooral in de 19e eeuw. Ja.
in die zin is er ook weer niet zoveel veranderd. Gewoon een broodje mee draaien. André, je bent veel onderweg natuurlijk. Normaal gesproken, als je gaat optreden, hoe zit het dan met eten onderweg? Nee, dan probeer ik toch altijd wel ergens te eten, hoor. Ja? Ja, lekker. Zit je dan niet bij een kleedje naast jou? Zeker niet. Nee. Hey, jongens, we moeten even over vliegen hebben, toch? Ja, want dat natuurlijk de volgvraag is ja. Van, hè, dan komt die tijd dat het vliegen, dat moesten ze ook verkopen. Dus een heel mooi spotje met Teddy Scholten speelt hier trouwens de hoofdrol in. De Teddy Scholten, een beetje van het Eurovisie Songfestival van 1995. Maar dat heeft er niets mee te maken. Maar ook daar, hè, dat vliegen moest een soort van Orient Express zijn. Maar ja, het was duur. Ja. Dus in Holland, vliegen kan echt goedkoper. Nou, let maar op. Ja, bekijkt u dat maar eens goed. Vliegen is goedkoper dan u denkt. Is dat zo? Hier zit alles in wat u onderweg nodig kunt hebben. Dit is uw hele reis, van begin tot eind. Uw portefeuille? Laat u niet meer rustig zitten, want die hebt u gedurende de hele reis niet nodig. Alle verzorging aan boord is immers in de passageprijs begrepen. Hier hebt u uw lunch. Daar hoeft u ook niet extra voor te betalen. Ja, en ook die lastige tijdrovende grenzen. Van de landen waar u niet hoeft te zijn en alleen maar doorheen moet trekken. U had er al lang kunnen zijn als u was gaan vliegen. Een retour Amsterdam-Zürich bijvoorbeeld kost 185 gulden. Inderdaad, vliegen is goedkoper dan u denkt. Ja. Laat Jesse Klaver het maar niet zien, jongens. Ja. Oei. Ja, maar wat gezellig, hè, toen. Was het eten ook goed aan boord? Want ze zeggen altijd, hoog in de lucht heb je geen smaak. Nou, ja, klopt. Je smaak verdwijnt, maar dat ligt een beetje aan. Het zout en zoet verdwijnt, maar specerijen blijven wel omhoog. Dus daar ligt het er een beetje aan wat je neemt. En tomatensap is wel lekker. Iedereen is altijd tomatensap aan het drinken in het vliegtuig. Maar ja, het waren wel diepvriesmaaltijden. Mm. Dat is nog steeds zo. Dus was het nou? Ik denk dat je in een trein dan toch lekkerder at. Maar goed, ook in het vliegtuig was het erg luxe. Er kwamen ook kaviaar en biefstukjes. Die werden dan nog eventjes in de oven afgebakken. Of vers gebakken eitjes. Hoekstra kijkt er ook echt bij alsof hij het allemaal volkomen normaal vindt. Ja. Nee, wat mij hoe is het in het regeringsvliegtuig te eten? We gaan wel ook een aparte uitzending doen. Maar nee, wat mij vooral zo opvalt is, als je kijkt naar die beelden en ook luistert naar die taal, het Nederlands dat ze spreken, dat ik me vooral zit af te vragen, hoe zouden ze nou in hemelsnaam over 50 jaar naar ons kijken aan deze tafel in deze tijd? Want het heeft zoiets. De IV, weet je nog? Dat was iets. Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar je hebt dus al die dingen, daar ben je doorheen gegaan, al die verschillende vervoersmiddelen en hoe ze daar aten. Wat is de algehele conclusie? Wat valt erover te zeggen? Je hebt zowel het eten dat echt moest onderweg, zoals dat op dat VOC-schip of van het leger. En je hebt eten dat echt voor de leuke was, zoals picknicken. En bij het allemaal blijkt het toch wel hoe belangrijk het is om gewoon lekker te eten. Dus al ben je ergens oorlog aan het voeren, dan is het juist belangrijk dat je iets eet dat nog een beetje lekker is. Op vakantie wil je iets avontuurlijks eten of juist iets vertrouwd. Mm. Dus het is heel zoveel meer dan alleen maar vullen. Je hebt zelfs over de militairen gesproken die natuurlijk de veldkeukens mee moesten hebben. Want als de militairen niet goed te eten hebben, de soldaten, dan krijg je opstand. Ja. Dan heb je helemaal een probleem, hè? Het houdt ons tevreden. Zo en is iets het. Wat André Hazes tevreden houdt, is dampende menigtes met mensen die we nu helaas niet hebben. Maar je mag dus aankomende zondag mag je weer gaan optreden. Niet met een hele volle zaal, een half volle zaal, namelijk 1300 fans, in het kader van de zogeheten Field Lab experimenten. En dit wordt dus wel anders dan hij gewend is. 3, 2, 1, go! Wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Heb ik me wel gedragen? Ben ik te ver gegaan? Ik weet niet alles meer. Ja, kom maar. Natuurlijk. Ja, André. Zo wordt het dus niet. Even bij de lessen. Want even, dit zijn ongeveer, in die Ziggo kunnen 17.000 mensen. En jij gaat het met 1300 doen. Ja. Dat is een beetje zoals deze studio voor jou. Zo voelt het wel, ja? Ja. Dat is echt voor jou te weinig. Ja, natuurlijk wel. Maar je mag het niet vergelijken. Ik ben al zo blij dat ik iets kan doen, weet je wel. En mijn laatste show was voor 250 man. Dus dan voelt dit echt wel eens een volle zaal. En nu begreep ik dat je niet per se zenuwachtig bent over het feit dat je misschien je stem niet hebt gebruikt of dat je weer moet optreden. Maar vooral met de druk die daarbij een beetje op je schouders ligt. Wat bedoel je daarmee? Nou, het is natuurlijk best wel een eer dat je wordt gevraagd. Want we hebben zoveel artiesten in het land. En als ik dan dit mag doen, het is best wel een soort van, ik zie alles wel als een soort van risico. Maar ik vind het ook wel een soort van ballen, weet je wel, dat ik dat dan mag. Hoezo dan? Wat risico? Ik bedoel, Guido Weijers die een probleem had met de mensen. Ja, maar dat is niet mijn genre, weet je wel. Ja? Dus, als maar die had meteen gedoe van niet iedereen wilde zich testen daarna of zo. Dat... Ja.
Ja, dan gaan we zorgen dat het bij ons niet gebeurt, hoor. Ja. Hij is oproepen. Ja. Nee, ja, dat verwacht je ook wel. We zijn denk ik al lang blij dat we weer iets mogen. Ja. En ik verwacht eigenlijk wel dat dit ook voor bijvoorbeeld een horeca dingen kan gaan doen. Dus dit moeten we wel heel serieus nemen. Dus je bedoelt echt dat je de druk voelt van dit moet slagen? Ja. Dat het niet de pleuris uit moet breken qua besmettingen? Nee, normaal zou ik altijd toch wel de boep stel zetten, een beetje de grens opzoeken. Maar dat ga ik hier niet doen. Nee, maar hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je nou zo'n feest bouwen dan? Niet drinken. Nee, ik denk toch wel het proberen, maar gewoon wel gematigd. Maar hoe? Moeten mensen dansen op 1,5 meter afstand of wat gaan ze doen? Nee, dat hoeft niet. Ik ben ook wel eens bij een concert van jou geweest en dan gaat het helemaal los. En gewoon iedereen hangt over elkaar heen. Maar dat is ook gewoon de bedoeling, die avond. Dus als je binnen bent, dan is er geen 1,5 meter. Dus je wordt van tevoren getest, volgens mij is dat 48 uur. En je wordt daarna getest en binnen worden de groepjes gemaakt. Dus 5 groepjes van 250 man. En die staan op elkaar en sommigen hebben zitplekken. En sommigen hebben een mondkapje op, sommigen niet. En dat is dus de hele test. Mm. En wij hopen dan dat er gewoon geen één besmetting uitkomt. Ja. Zoals dat in Barcelona ook een keer is gebeurd. Ja. En dan kan eigenlijk het balletje een beetje gaan rollen. Is alleen dan het experiment wat jou betreft geslaagd? Dat is wel waar het voor doen, ja. Ja. En dat dan de boel weer langzaam zo open kan. Ja, het liefst zo snel mogelijk. Ja, want jij deed voor corona 4 optredens per week. En nu dus echt al een hele lange tijd niet. Hoe zit het met je stem? Hoe zit het met het onder? Hoe werkt zoiets? Gaat die gewoon weer goed? Nou, ik heb met andere artiesten ook contact daarover. En die zijn echt trouw gewoon elke dag 45 minuten aan het zingen. Ja, ik heb dat gewoon een jaar niet gedaan. Ik heb ook een kindje van 4. Dus ik heb me heel erg gefocust op vader zijn, een goede vader zijn. En heel erg aan mezelf werken als persoon. En ik heb dat artiest zijn gewoon echt losgelaten een jaar lang. Hoe gaat dat dan straks? Ik heb echt geen flauw idee. Ik ga het je maandag vertellen. Ja, wat verwacht je ervan? Nou ja, ik denk dat het ook wel een klein beetje als fietsen is. Maar ja, het zal wel weer een beetje spannend zijn, ja. Ja, want wij hadden het er in de voorbereiding over dat jij half maart dus gewoon je laatste echte optreden had. En dat was echt vlak voor dus die persconferentie, hè? Nou, ik zou het je sterk vertellen, we hadden Hollandse Hazes in maart. En tussen de 2 weekenden moesten we een interview geven. En ik weet nog dat ik zei over corona. Ja. Jongens, het is een griepje. Waar maken we ons druk om? Ja. En kijk waar we nu zitten. Dus ik ben zo ongelooflijk teruggekomen op die woorden. Maar ja, dat was het laatste grote wat ik deed. En ga je dan ook de dag van tevoren niet oefenen? Je gaat gewoon... Ik ben nu echt zwaar aan het oefenen. Okay, dus, okay. Dus ik heb al maanden 3 keer per week zangles. En ik doe de meest rare dingen. En iemand uit het buitenland die plakt stickers op mij. Want als ik hier last heb, dan komt het uit meteen. Ik laat me ook alles aanpraten. Dus, maar ik wil gewoon dat alles helpt. Wat voor rare dingen doe jij? Ja. Nu ben ik wel heel benieuwd. Dat vertel ik je na de show. Ja. Ja. Nee, ik hou gewoon van dingen proberen. Ja, dus eigenlijk, ik denk... Maar wat dan? Ik weet niet, dus noem maar op wat ik niet heb geprobeerd. Ja. Nee, als het helpt, dan helpt het. Ja, maar je moet het eigenlijk wel vertellen nu, want ik ben echt wel benieuwd, toch? Ja, vreemde dingen met stickers of bubbelen, of wat doe jij? Ja, dus bubbelen, dat is eigenlijk best wel vrij normaal. Dat is gewoon het slijm van je stem wat afhalen. Bubbelen? Nee. Ja. Jij weet wat bubbelen is? Nee, ik ben heel benieuwd. Nee, jij bedoelt iets anders bubbelen. Nee. Ja. Bubbelen is een flesje met een rietje erin en dan met een oe-geluid hou je slijm van je stembanden. Oh, ga maar oefenen. Dat zou ik ook eens moeten doen. Goed, ja. Ken jij het ook? Ja, ja zeker. In het café veel geprobeerd. Maar ik ken het. Nee, hele bekende mensen. Ja. Apple, ben je erbij, Zon? Want ik zag anderen binnenkomen. Je stond er bijna op tafel. Nou ja, met alle respect. Ik denk dat heel Nederland naar dit experiment kijkt. Zoals veel van die food labs, omdat die zo mooi worden genoemd. In de goede hoop dat er echt iets uitkomt. Waardoor deze mensen, allerlei mensen weer tot leven komen. Het land weer tot leven komt. Ja, leider hadden we dat eerder moeten doen. Zo laat in de crisis, hadden we dat eigenlijk in het najaar al kunnen doen? Ja, daar hebben we natuurlijk ook veel discussies over gehad. Laat ik het zo zeggen, het is mooi dat het nu eindelijk wel kan. Maar had volgens de huidige lijsttrekker van het CDA al iets sneller gekund? Ja, dat vind ik te makkelijk. Maar het is natuurlijk, we hebben daar het vaak over gehad. Ja. Laten we dat nou zo snel mogelijk doen. Het is er nu. Guido Weijers heeft het gedaan. Jij gaat het doen. Ik vind het super. Ja. En laten we ook blijven kijken wat wel kan. Ook de komende fase. Ja, die oproep doet Jacco Vonhoff natuurlijk de hele tijd. Hier moet denk ik ook met echt veel hoop vanuit jouw achterban naar gekeken worden. We zijn hier altijd de druk mee. Ja. Toevallig, morgenochtend heb ik een overleg met de minister van Economische Zaken en de minister van Justitie over de volgende stappen die we kunnen maken om open te gaan. Maar ook om dit in combinatie met testen bijvoorbeeld voor een hele binnenstad te doen. Bijvoorbeeld een stad als
Zwolle. Is gewoon te zeggen, weet je wat, we gaan mensen testen. En dan hebben we 48 uur kun je naar de bioscoop. En allemaal op elkaar. En dat is dus allemaal, dus, hangt dat van jouw concert? Ja. Nee. Het wordt alleen maar zwaarder. Maar even nog iets anders. Want gisteren maakte je bekend dat jij ook nieuwe muziek gaat maken met Leo Kleine en Chris Cross. Is de bedoeling, en je noemde hem je verloren broer. Wat is dat nou tussen jou en Leo Kleine? Kijk, mensen hebben altijd een mening over Leo Kleine, maar ik vind hem wel een hele lieve, bijzondere gozer. En het is natuurlijk, het ding wat hij doet, doet hij goed. Je houdt ervan of je haat hem. En ik ben een van die gasten die gewoon heel veel van hem houdt. Want het is een ongelooflijk talentvolle jongen. Ja. Met hart op de juiste plaats. Die alleen gewoon knetgek is. Maar wel leuke muziek dus. Een goede... Ja, ik denk echt dat we iets heel tofs hebben gemaakt. Want in september heb jij een album uitgebracht thuis. En daar had je allemaal dingen uit je privéleven waar je uit kon putten. Ja. Nu nieuwe muziek. Waar haal je dan inspiratie vandaan met een jaar? Geen corona-dingen. Alleen maar corona-dingen. Ja, maar ik maak er wel genoeg mee. Oh ja? Ja, dus als het ergens over gaat, dan moet het wel ergens over gaan wat ik zelf meemaak. Ja, anders vind ik het niet echt. Je moet een verhaal vertellen. Maar het is niet zo. Kijk, we hebben een lockdown, maar ik zit niet opgesloten. Dus ik maak genoeg mee. Ja, en dan dus in oktober... Wel voor 9 uur, dan maak je niet. Ja. In oktober staat Ahoy dan gepland voor jou. Ga je ervan uit dat doorgaat? 100% ga ik ervan uit. Nee, ik ben zo'n jongen die alleen maar hoop houdt, weet je wel. Dus in september heb ik mijn eerste openbare ding. Dat is op het strand. En oktober is mijn eerste dichten. Dus ja, tuurlijk gaat het gebeuren, man. Dus is dat goed gelukt afgelopen jaar, hoop houden? Ja, tuurlijk. Hoop is uitgestelde teleurstelling. Ja. Zure oude dat vind ik zo... Plaaggeven. Nee, jawel. En ik zie het gewoon afgelopen jaar als een sabbatical. En ik betrek het alleen mezelf. Hè, en dat ik aan mezelf heb kunnen werken. En daar ben ik dankbaar voor. Maar ja, een sabbatical hoeft geen anderhalf jaar te duren in mijn ogen. Dus het is wel mooi. Dus zondag het eerste begin. Ja. Ik hoop dat we dus leuke... Kunnen we het ook ergens zien eigenlijk? Liever zoveel informatie heb ik niet. Nee, dit was het. Ik ben ook blij dat ik dit allemaal heb onthouden. Ja, en ik hoop dat je stemmen doet. Ik ook, ja. Veel plezier. Dank je wel. Dames en heren, dank. Dit was Op 1. Morgen Astrid en Bam. Ja, dank jullie wel allemaal. Tot morgen.